Hi, ik heb twee weer niet. Ik ga eerst gewoon nog een keer aandoen en dan kom ik weer terug doen, want de rest heb ik al gedaan. Ik heb mijn zes herenigd. Wat heb ik nog gedaan? Ik heb mijn zes herenigd en ja, zo gaat het. En voilà. En nu gaat maar de beauty blender erover. Voilà. Nu ga ik een beetje met de contour stick. Ja, met contour een beetje zijcontouren. Niet te vuil. Nee, concealer ben ik helemaal vergeten. Oeps. Ik heb helemaal vergeten de concealer van. Ik heb ook wat concealer aan. Hier onder mijn oog een eentje. Op mijn neus. Onder mijn neus. Op mijn lipteken. En een paar puntjes bewerken. En nu ga ik daaruit met mijn beauty blender ook. Voilà. Dit is ook dan. En die borstel ik nog even een beetje lichtjes highlighter. Ik heb het gebruikt. Voilà. Blush, als ik mijn blush vind. Ik ga even echt een heel licht kleurtje vandaag. Niet opvallend. Kom maar de mooie borstel. Beetje mijn. En nu doe ik gewoon mascara op mijn wenkbrauwkammetje. Ik had mijn wenkbrauwen. Dat doe ik dan als kammetje. Dat kan niet zijn ook. Wat is dit? Nu kan ik gewoon mijn wenkbrauwen naar boven. Maar ik vind, ik heb zelf al wel wangbrauwen, dus ik ga er niet veel aan veranderen. Ik doe ik gewoon zo naar boven. En doe ik het, rond ik het een beetje af. Ik heb van mezelf al veel volle wangbrauwen en duidelijke wangbrauwen. Maar ik kan ze ook gewoon wat stijlen. Ik moet gewoon wax hebben daarvoor, want ik heb nu in huis. Ik gebruik de poeder van Revolution. Ik ga even hier in die potje doen. Dat is gewoon witte poeder. Dus. Voor mijn dingen vast te zetten. Ja, kijk hoeveel dat ik werk. Als je poeder aanbrengt, is het een grote tip om naar buiten te werken. Anders ga je heel wit streep hebben op je neus. Ik ga gewoon mascara en mijn lippen doen. En dat is alles. Ik heb een nieuwe mascara van Revolution. Ik ga echt zo deel testen en kijken of het goed is of niet. Anders moet ik weer een nieuwe kopen. Wat is er gebeurd met die borstel? Oké. Oprecht. Dat zonder dat smet. Dus oprecht is het wel een goeie. Want het borsteltje is gewoon raar. Het is lekker zo geplet.
Oh, no, water lynch, no. Dan zie ik ze. Water lynch. Ik heb een potloodje van het Action, maar niet uit. Het is allemaal goed. Waterlijn van onder. Voilà, waterlijn zit ook omhoog. Ik ga nu nog mijn lippen doen en dan nog mijn haar fixen, want het is nog wit. Het gaat niet open, maar ik ga nu gewoon mijn lippen doen. Het is een Essence lipgloss in de kleur, staat er zelf niet op. De kleur is verwacht. Maar ja, zo dat kleurtje. En nu is mijn haar eerst fixen. Voilà. Even met de wangdoek. Doe mijn haar dat het wit eruit is. Ja, voilà. Ik heb met de wangdoek. Het is er wel minder wit uit, maar ik heb toch geen staartje voor vandaag. Kijk, ik heb weer heel knoppen zo dat. Ik haat dus. Ik haat dus doorstappen te brengen, want dan heb ik dit. Het is wel heel droog. Om ook zo'n borstel doen die veel te veel pijn doet. Oké, mijn haar is nog steeds vettig. Maar ja, bon. Ik ga nu wel wat moes in doen. En dan ga ik het in de staart steken. Ik ga er ook nog wat extra gel op doen, dat het goed blijft. En anders heb ik zulke losse haartjes en ik haat dat. Ja, nu heb ik het ook, maar minder. Los haartjes heb gebruik gewoon haargel voor dat erin te doen en dan. Oké, je haar ziet er vettig uit, maar als je vettig haar hebt dan, doe dit dan. Voor die losse haartjes vast te steken. Want dat helpt wel echt bij mij, heel sinds. De eerste stap dat ik moet doen is gewoon wat deo aan doen, parfum. Parfum, met andere grote woorden. Ja, dus ik ga eens deo. Gewoon de vette deo, de oksels. Hopla. Afla. Ik ga het ook een beetje doen dan. Dus voilà, meer moet dat niet zijn. Gewoon nog een beetje van Victoria Secret. Een beetje hier zo. Allee, even aan doen. En dan is dit het resultaat. En daar zijn we blij mee, dus ja. Dus hopelijk vond je het leuk. Like deze video al sinds. En tot de volgende video.